Ze stonden om 10 uur al voor de poort die pas om 10:30 openging. Belangstellenden voor de open dag bij Anton en Gerard. De oude Philipsfabriek op Strijp S, die zijn getransformeerd tot woonlofts. Over 2 weken, eind januari, worden de eerste lofts opgeleverd. Ja, geweldig. Ik woon al 40 jaar in Eindhoven en ik wilde altijd in een fabriek kijken. Hè? Maar ja, dat konden we. Mijn vader heeft onder de klok gewerkt daar. Ja, ik vind het geweldig om te zien. Echt zo apart. Zo, ja. Hoe is het nou om in jullie eigen modelwoning al die vreemde mensen te zien lopen? Ja, het is wel apart. Voelt net alsof we een soort huiswarming hebben, maar ja, het is wel gezellig. Ja, het is wel een beetje, wij willen van alles meten en nu is het wel een beetje druk, maar het is wel leuk. Ik bedoel, we hebben het zelf aangegeven dat het mocht, dus we moeten niet klagen. Jullie hebben toestemming gegeven dat het een modelwoning mag zijn? Ja, precies. En dan zouden ze onze muren verven, dus dat was het voordeel. Hè? Waarom bent u komen kijken vandaag hier? Uit nieuwsgierigheid. Want is zo'n gebouw, ja, het krijgt natuurlijk een totaal andere functie. En dat inspireerde me om te komen kijken. Erg leuk. Heeft u Philips herinneringen? Zelf gewerkt? Nee, zelf niet. Nee. Maar wel een hele familie en mijn schoonouders hebben er gewerkt. Dus ik ben wel een Philips-minded iemand. Vandaar. Ja? En hoe bent u het geworden? Geweldig. Geweldig. Mooie ruimtes. Onvoorstelbaar mooi. Echt. Aanwinst voor Eindhoven. Nou, dat geeft de gelegenheid wat van de omgeving te zien. En het gebouw hier tegenover, de Philips-fabriek, daar heb ik vroeger even gewerkt. Dus van hier kan je dat prachtig zien, ja. Over het algemeen zijn de reacties heel erg positief. Wat vooral leuk is dat ook de mensen die hier vroeger gewerkt hebben het ontzettend prettig vinden en leuk vinden om te zien dat die gebouwen een nieuwe functie krijgen. En wat me opvalt in de reacties is dat de mensen het heel leuk vinden dat we zoveel doen om de jonge mensen hier in Eindhoven vast te houden. Ik geloof niet voor mezelf, maar ik denk voor de kinderen. Dat vind ik geweldig. Het is echt, het is heel apart. En die ruimte. Als je aankomt rijden hier, die brede straat, als er straks aangekleed is met groen. En... Het past wel bij ons, wij zijn jong, hier gaan veel jonge mensen wonen. Hij werkt op Strijp, dus ja, het past gewoon bij ons. Ja, de gebouwen zijn tenminste bewaard gebleven op deze manier. Hè? En je moet er toch weer wat mee. Dus in die zin, ja, toch wel een goede oplossing.